Een boek van Nederlands één bekendste schrijfster, als ik het zo wel mag zeggen, waarbij de schoorsteenmantel bedekt is met allerlei prijzen. Mag ik even de prijslijst even met u doornemen? Wat dacht u van de Liberis Literatuurprijs? De ACO-prijs, de Annie Romeinprijs voor haar oeuvre en de nominaties voor de Trouw NS Publieksprijs. We hebben zelfs de International IMPAC Dublin Literary Award. Renate Dorrestein, hartelijk welkom. Fijn dat ik je een keer mag ontmoeten in persoon. Ben ik een prijsje vergeten overigens? Nou, het zijn ook een aantal nomineringen hoor. Het zijn niet allemaal prijzen. Ja, het waren een aantal nomineringen, ja. Even terug helemaal naar het verleden. U komt uit een gezin. Vader was advocaat, moeder was onderwijzeres. 4 kinderen. Was het logisch dat u een carrière ging volgen als schrijfster? Ja, het is natuurlijk een heel raar beroep. Dat volgt niet logisch uit iets voort. Maar je zou wel kunnen zeggen, mijn vader was natuurlijk als advocaat een man van het woord. En mijn moeder leerde kindertjes lezen en schrijven. Dus ja, in die zin ben ik waarschijnlijk toch aan beide kanten genetisch een beetje geholpen. Nu is het wel zo dat het gezin voor u zeker de hoeksteen is van de samenleving. Want het keert regelmatig in uw repertoire terug. Is dat een bewuste keuze? Ja, ik schrijf heel graag over gezinnen, omdat ik het gevoel heb dat het een soort snelkookpannen van emoties zijn. Mm-hmm. En in gezinnen wens je elkaar vaak dood, maar toch de volgende ochtend zit je weer redelijk harmonieus met elkaar aan het ontbijt. Je bent tot elkaar veroordeeld en dat geeft een hele bijzondere motoriek. Het gaat maar door. Ja, maar is het dan ook uw intentie om daar gewoon over te schrijven? U vindt het gewoon fascinerend wat in zo'n gezinsrelatie gebeurt? Ja, ik heb zelf geen gezin en daardoor kan ik er naar kijken als een antropoloog die een vreemde stam bestudeert. En dat vind ik allemaal reuze interessant. Ja, u zegt zelf, ik heb geen gezin. Nou, dat klopt niet helemaal. We gaan het eigenlijk ook hebben over een van uw laatste boeken, De Stiefmoeder. Maar wat is dan uw gezinsrelatie als referentiekader? Je bedoelt niet in mijn eigen leven, maar... Ja, nee, in jouw persoonlijk leven. Oh, in mijn persoonlijk leven. Hoe ziet jouw gezin tussen haakjes er dan uit? Ja, dat is geen alledaags gezin. Ik heb al decennia een relatie met mijn Maarten. En die heeft een dochter, mm-hmm. die inmiddels 30 wordt dit jaar. Zij is strikt genomen mijn stiefmoeder, maar ik ben altijd mijn stiefdochter. Maar ik ben altijd een stiefmoeder light geweest, want wij wonen niet samen. Mm-hmm. Maarten en ik hebben altijd verschillende huishoudens gevoerd. Ja. Dus ik had als stiefmoeder niet de moeilijke klassieke taak om me te moeten bemoeien met het opvoeden van andermans kind. Mm-hmm. Maar meer als een prettige extra aanwezigheid in huis. Ja, dan kunnen we elkaar de hand geven. Ik ben stiefvader van een zoon, u van een dochter. Is dat voor u de ideale situatie om zo uw gezin in te richten? Het past bij u? Dit is me overkomen in het leven. Ja, ja. Ik werd verliefd op een man die een kind had. Ja. 2011 heeft u een boek geschreven, Stiefmoeder. Vertelt het ook iets over uzelf? Nee, niet echt. Ja, nou ja, een beetje. Beetje. In elk boek zit natuurlijk een hele hoop van mezelf. Maar dit boek gaat niet over mij en mijn gezin. Het gaat over een loyaliteitsconflict in zo'n samengesteld gezin. Waar loyaliteitsconflicten natuurlijk voor het opscheppen liggen. In zo'n knip- en plakwerkgezin. Waar je niks van elkaar bent, maar toch het gezamenlijk moet zien te rooien. Mm-hmm. Ja, het vertelt ook iets over de maatschappij, dat boek natuurlijk. Want ja, de spanningen in de maatschappij komen ook terug in het gezin. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat we het momenteel in de maatschappij steeds moeilijker lijken te vinden om langdurige relaties aan te gaan en die tot onze dood met dezelfde mensen te onderhouden. En dat betekent dat er, ik geloof iets van 250.000 gezinnen per jaar bijkomen die uiteenvallen omdat pa en moe het niet meer samen kunnen fixen. Mm-hmm. Ja, uw boeken worden vrij intensief vertaald. 14 vertalingen is het al. Is dat het summum van een auteur om zijn of haar boek over de hele wereld verspreid te zien? Dat is de top? Nou, dat is natuurlijk wel erg leuk. Want ja, in elk land krijg je er zoveel lezers bij. En het is net alsof je, vergelijk het maar met geluidsversterking, alsof je stem steeds heviger versterkt over de wereld mag klinken. Mm-hmm. En als ik eraan denk dat er nu iemand in de subway in New York of in een sauna in Finland een boek van mij zit te lezen, dan vind ik dat wel heel erg leuk, ja. Ja. Ja, ik vind het eer dat u hier zit. Ik ben niet zo'n literaire lezer, maar dat boek heb ik de stiefmoeder wel gelezen. In het Parool op een gegeven ogenblik heeft u een interview gehouden en het kopt met de titel: Ik zou een monsterlijke moeder zijn. Was dat journalistieke vrijheid of
Is het echt... Ja, dat is volgens mij al een heel tijdje geleden. Ja, dat wel. Dus ik vind het altijd zo moeilijk om dan terug te halen wat ik op dat moment precies bedoelde en in welke context ik dat zei. Maar ik vind vaak in zijn algemeenheid dat het ouderschap niet per definitie het allermooiste in mensen bovenhaalt. Dus waarom zou het voor mij wel gelden dat het mij wel het mooiste... Ik zou net zo'n monsterlijke moeder zijn, denk ik, als de meeste andere moeders. Ja. Nieuw werk. Bent u bezig aan een nieuw boek? Ja. Mag u daar wat over vertellen? Nee. Nee? Gaat het weer over het gezin? Ik praat nooit uit bijgeloof, nooit uit werk in wording. Ja, oké. Het is de Boekenweek, om het zomaar te zeggen. Het Boekenweek geschenk. U bent met de trein hier gearriveerd. U heeft zelf ook eens een keer mogen bijdragen aan het Boekenweek verhaal. Is dat ook een bijzondere prestatie, naast alle prijzen die al op de schoorsteenmantel bij u op de... thuis staan? Ja, ik weet wel dat toen ik het Boekenweekgeschenk mocht schrijven, toen heb ik echt, nou, toen ben ik een gat in de lucht gesprongen. Dat geldt toch wel als een soort bekroning en erkenning. En ja, 10 jaar later mocht ik ook nog het Boekenweek-essay schrijven. Dus ja, ik voel me wat dat betreft zo bevoorrecht. Ja, want is dat wel het maximale wat u als schrijver kunt bereiken? Het Boekenweekgeschenk? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we dat eigenlijk, ik bemerk en beluister het ook altijd bij mijn collega's. Dat is iets daar, ja, daar ben je zo vreselijk verguld mee. Want je moet je dus voorstellen, zo'n boekweekgeschenk wordt gedrukt in een oplage van 800.000-900.000 exemplaren. Dus ja, je lezerspubliek, dat wordt opeens ook zo gigantisch. En waar je ook maar in de trein stapt, zit iemand jouw boek te lezen. Nou, dat is bijzonder opwindend. Ja, dus ik zei al, u bent met de trein gekomen. U gaat vanavond ook met de trein door naar Sittard. En daar heeft u nog een afspraak in het kader van de Boekenweek. Ja, ik geef vanavond in de bibliotheek van Sittard een lezing. En die begint om 7:30. Ja, wat is de boodschap die u eigenlijk in uw lezing stopt? Dat we literatuur nodig hebben. Ik denk dat we van lezen completere en helere mensen worden. Dat lezen ons laat zien wat het betekent om mens te zijn. En hoe moeilijk het is om een fatsoenlijk mens te blijven als de omstandigheden onfatsoenlijk worden. Oké, en wie Renate Dorenstein daar persoonlijk over wil spreken, dat kan vanavond in de Biblionova in Sittard, want daar bent u te gast. Ik dank u hartelijk voor uw komst naar de studio. En laat ik hopen dat ik de volgende keer als ik in de trein zit ook uw Boekenweekgeschenk weer een keer mag lezen. Ja. Dank voor uw komst.